Lisa. Ik ben 11 jaar en mijn hobby is naaien. Mijn naam is Anna en ik ben 9 jaar en mijn hobby is naaien. Ik ben Emma en ik ben 9 jaar en mijn hobby is naaien. Waarom heb je voor naaien gekozen? Omdat dat iets anders is en ik vind dat heel tof. Omdat dat iets speciaals is en niet iedereen doet dat. Ik werk graag met mijn handen en dat is leuk om te doen. Wat vinden uw vrienden en vriendinnen daarvan dat je naaien doet? Leuk, want dan kan ik soms een keer iets voor hun maken of zo. Dat is wel tof. Sommigen vinden het zo van wow, naaien. En mijn ouders vinden dat dan leuk dat ik dat doe. Wat leer je zo al op de les? Leren stikken, hechten, leuke dingen maken altijd. En wat zijn jullie nu aan het maken? We zijn een rokje aan het maken. En wat vind je eigenlijk het moeilijkste? Soms het knippen, want ik knip soms scheef. De patronen. En kan je daar een beetje uitleg over geven? Patronen zijn, je moet eerst tekenen op papier. Dan moet je dat uitknippen in stof. En dan moet je dat aan elkaar stikken. Ja. Wat is het leukste moment dat je al beleefd hebt? De eerste keer vond ik het wel tof. Want toen waren we een pittenkussentje aan het maken. En ik kende toen nog niet zoveel over naaien. En dan had ik veel bijgeleerd. Waarom zou je andere vrienden en vriendinnen zeggen van kom ook maar mee? Omdat het leuk is en het is nog veel leuker als we met veel zijn.